Maar over die netten met die vloerverwarming wordt dus een zandcementlaag gesmeerd. We zijn begonnen met het zetten van de krimpband tegen de muur. Dit zorgt er eigenlijk voor dat het zachte schuim wat ruimte aan de vloer geeft om te kunnen bewegen in het drogingsproces. De groene laser op de muur is het meterpeil. Dit bepaal je eigenlijk al voordat je de vloer gaat smeren, want vanaf hier naar beneden is altijd een meter en daarmee wordt de dikte bepaald van je vloer. In dit geval bij ons was de vloer 5 à 6 centimeter. Het aantal centimeters bepaalt eigenlijk de droogtijd van de vloer. De vuistregel daarvoor is een week per centimeter. In het geval bij ons zal dat dus betekenen dat de droogtijd ongeveer 5 à 6 weken zal duren. Voordat je je vloer gaat leggen bovenop deze zandcementlaag, doe je nog een stookprotocol. Dat houdt er eigenlijk in dat je je vloer nog één keer heel erg warm opstookt, zodat die voor de laatste keer echt kan zetten en kan bewegen. Zodat je, als je straks je vloertje erop gaat leggen, niet allemaal scheuren en kieren in je vloer krijgt.